En welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie mijn planning zien van september 2021. Ik heb hiervoor mijn bullet journal gebruikt en het leek me wel leuk om aan jullie te laten zien uh, wat mijn doelen zijn voor deze maand. Wat ik graag allemaal wil bereiken, dus laten we het erbij gaan pakken. Uh, dit is de plaat voor september en daarbij ook al mijn doelen. We gaan ze gewoon rustig allemaal even af. Hier turf ik eigenlijk alle bladzijden die ik heb gekleurd. Dus als ik een plaat heb gekleurd, turf ik gewoon een streepje. Voor nu heb ik één plaat gekleurd deze maand. Uh, wat ik graag wil behalen deze maand is 45 platen. Eigenlijk zet ik hem altijd op 45 platen. Het is voor mij gewoon realistisch uh, naast mijn werk. En als ik het niet haal, is het ook niet erg hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om een soort uh, doel te stellen. Daarnaast hoop ik de 280 abonnees te halen. Ook daar ligt geen druk achter. Um, het is meer dat ik gewoon kijk wat ik per maand ongeveer erbij krijg. En aan de hand daarvan probeer ik een soort volgend doel te stellen om te kijken of ik dat uh, ga halen. Um, daarnaast wil ik twee boeken uitkleuren. We komen zo erop terug uh, welke dat zijn. Uh, ik zou het leuk vinden om twee Buddy Colors te doen deze maand. Uh, hierbij vraag ik ook aan jullie, als je het leuk vindt om met mij een buddy color te doen, stuur me dan even een berichtje. Het mag onderaan mijn video. Het is misschien handiger via Instagram. Dan kunnen we namelijk gelijk afspreken welk boek we gaan kleuren, welke pagina. En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie een boek voor mij uitkiezen, want ja, ik kies dan vaak weer een boek waar ik al vaker in heb gekleurd. En ik vind het leuk om gewoon in random boeken te kleuren, random pagina's uh, uit te kiezen. Dus wil je een buddy color doen? Laat het me zeker even weten. En daarnaast wil ik deze maand meedoen aan de nieuwe Disney Scavenger Hunt. Daar gaan we ook zo hier op terugkomen. Daar ga ik zo meer over vertellen. Dan uh, heb ik nog meer kleurdoelen deze maand. En het is vooral gericht op uh, de tien boeken die ik dit jaar wil uitkleuren. Ik loop een beetje achter, merk ik. En daarom wil ik deze maand echt even erop focussen dat ik op schema blijf. Want ik wil gewoon zo graag behalen dat ik al mijn boeken heb uitgekleurd. Voor deze maand wil ik Pokémon Quest van Sunlife Drawing uit hebben. Volgens mij moet ik nog iets van vijf platzijden. Is zeker haalbaar. Gaat me zeker lukken. En ik wil uh, een plaat van Animals and Birds kleuren. Dat boek is van Belba Family. En dat zijn die 3 bij 3 mm vakjes. En ja, het is allemaal afbeeldingen van uh, dieren en vogels. Maar vogels en ook dieren. Ik begrijp de titel ook niet van dat boek. Waarom Animals and Birds? Alsof birds geen animals zijn. Maar goed, dat terzijde. Ik heb dus al één plaat gekleurd van Animals and Birds. En volgens mij moet ik er nog iets van negen. Dus ik moet er wel even doorkleuren. Maar is ook zeker haalbaar. Daarna heb ik voor uh, uh, Little Witches van Sunlight Drawing, Little Fairies van Sunlight Drawing, uh, Simple Beauty van Belba Family en uh, Circulism Art Books, uh, The Forest van uh, Eclipse. Uit al die vier boeken wil ik vijf platen gekleurd hebben. Dat is best wel een strakke planning. Dat zijn dus 20 platen uh, die ik. Echt gekleurd wil hebben deze maand. Um, ik hoop dat het me gaat lukken. Maar als dit me lukt. Dan ben ik echt alweer een heel eind op weg. Om alle boeken uitgekleurd te krijgen. Dus ik ga echt mijn best doen. En ik wil me echt focussen erop deze maand. En als laatste de Disney Scavenger Hunt. Is ook een van mijn kleurdoelen. Uh, en daar komen we ook gewoon zo weer op terug. Dat heb ik hier uh, staan. Dan heb ik nog een paar filmdoelen voor deze maand. Nou, de planning van september, die film ik nu ter plekke. Dus die kan ik zo afvinken. Action Shop-log heb ik net hiervoor opgenomen. Dus die gaat ook online komen. Uh, daarnaast wil ik heel graag Amazon-tips uh, opnemen. wilde ik eigenlijk in augustus al doen, maar ben ik gewoon niet aan toegekomen. Dus ik hoop wel dat het deze maand lukt. Ik moet nog steeds even nadenken hoe ik dat precies wil filmen. Maar ik heb wel een, uh, een idee. Dan mijn stash en mijn stash is eigenlijk al mijn potloden, al mijn stiften, markers die ik in bezit heb. Ga ik laten zien in een video. Dat is al best wel vaak aangevraagd door jullie en uh, ja, dat ga ik deze maand gewoon filmen. Lijkt me echt onwijs leuk om te doen. Ik wil twee keer een kleuren en babbelen filmen. Ik heb al één verzoek binnen gehad voor een boek, dus. Als je nog een leuk idee hebt voor een boek waarin ik kan kleuren, laat het me zeker even weten. Ik zeg er wel bij, um, als het een beetje een gedetailleerd kleurboek is, dat vind ik een beetje lastig. Want dat zijn vaak boeken waar ik echt bovenop moet zitten. Um, Dan komt er eerst mijn hoofd in beeld. En als ik me heel erg moet concentreren, is het moeilijker om echt te kletsen met jullie. Dus het liefst uh, een makkelijker kleurboek. Waarmee ik bijvoorbeeld met markers in kan kleuren of stiften op waterbasis. Dus laat het me even weten als je graag een boek wil zien. Ik heb daarnaast nieuwe alcoholmarkers gekocht. Die zijn gisteren of eergisteren binnengekomen. Dat ga ik nog filmen. En dat komt deze maand online. Dus stay tuned. En ik heb een aantal flip-throughs ook opgenomen. En ik moet ook nog een aantal nieuwe opnemen. En die komen ook nog online. Dus allemaal superleuke video's komen eraan. Dan gaan we door naar de Disney Scavenger Hand. Die heb ik vorige maand ook gedaan. Even kijken waar die. Oh. Uh, hier zo. En toen heb ik er, even kijken, zeven gehaald. Uh, ik had 1990s, Balloon en Summer helaas niet gehaald. Um, maar Disney Color heeft deze maand een nieuwe Disney Scavenger Hand. Omtrent het thema Halloween. Echt fantastisch leuk. Um, dus ik ben zeker van plan om weer mee te gaan doen. En de onderwerpen van deze maand zijn... Adam, dus herfst. Lief, is een blaadje. Friendship, vriendschap. Uh, princess, nou ja, prinses. Uh, en ja, drink, dus iets te drinken denk ik. Favorite vind ik een beetje lastig. Maar ze zei er ook bij van... Alle onderwerpen mag je interpreteren hoe je zelf wil. Dus favorite kan ook zijn. Ja, misschien je favoriete dier of je favoriete Disney figuur, denk ik dan maar. Dus ik denk dat ik dat uh, dan zo doe. Uh, een plaat met een boek erin. De kleur oranje. Orange. Ja, dat, dat komt zeker goed met Halloween. Uh, oranje is natuurlijk de kleur van Halloween. Dus dat moet zeker wel lukken. Dan een Disney figuur uit 19. 80. Ik heb nu uit mijn hoofd geen idee welke Disney er uit 1980 komt. Ga ik gewoon even opzoeken. En dan lovers. Dus misschien ja, een liefde tussen bepaalde Disney-karakters. Een leuke plaat. Dus ja, allemaal superleuke onderwerpen. En ik heb heel veel zin om hier aan te beginnen. En ik hoop ook echt dat het me deze maand uh, gaat lukken. Als je het leuk vindt om mee te doen, doe gezellig mee. Ik heb begrepen dat vorige maand een aantal van jullie ook hebben meegedaan aan de Disney Scavenger Hunt. En wie weet, vind je het leuk om deze maand weer mee te doen? Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast en ik heb er heel veel zin in. Dus ja, jongens, dit is mijn planning voor de maand september. Dit zijn de dingen die ik heel graag uh, wil bereiken, wil gaan doen. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Sowieso vind ik de maand september gewoon heel erg leuk. Betekent dat we weer een beetje richting de koudere dagen gaan. Um, ja, Halloween. Um, ja, als het kouder wordt, dan kun je weer lekker truien aantrekken. Ik heb nu ook gewoon een trui aan, want ja, ik ben gewoon een truienmens. En ja, ik hou gewoon van die sfeer. En I can't wait. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het een leuke video vond, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, vergeet je niet te abonneren. Zet daarbij ook gelijk een belletje aan. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als dus ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!